Op sportief gebied spreekt Kuik tegenwoordig een aardig woordje mee. Nationaal en zelfs internationaal. Een reden te meer voor de Kuikse Stichting Sportevenementen om deze sportmensen en evenementen eens in het zonnetje te zetten. Een goed initiatief, getuige de grote opkomst op 7 oktober jongstleden, de avond dat de Kuikse sportsterrenverkiezing plaatsvond. Voorafgaand aan de eerste bekendmaking werd door het publiek een quiz gespeeld volgens het knock-out systeem. Komt ie, een vraag die zijdelings met sport heeft te maken. En we gaan weer van tevoren even afspreken als het ja is naar die zijde en als het nee is naar die zijde. De portefeuille van sportzaken van de gemeente Kuik is op dit moment in handen van ja, de heer Van der Wallenberg, aan die kant, of nee, de heer Van der Wallenberg. 20 seconden. Na de eerste ronde van deze knock-out show komt presentator Jan Heil de eerste genomineerde bekendmaken. Dat zijn drie namen van meisjes die, en u kent waarschijnlijk de procedure, die eerst voorgedragen zijn door hun eigen vereniging of door anderen, want dat kan ook, die dus voorgedragen zijn met een omschrijving, met een motivatie, wat voorgelegd is aan onze jury. De jury heeft uit het aantal inzendingen drie meisjes genomineerd. Genomineerd zijn voor de verkiezing Sportmeisje Kuik 1988 Magali Kraustra, Rowena de Wit en Birgit Heil. En u hebt het gezien, het zwembad was een beeld en wie minder dan onze zwemster Birgit Heil is Sportmeisje 1988. Wij gaan meteen door met de volgende categorie. Het is dus de sportjongen. Ook daar zijn weer drie genomineerden. Dennis van Zummeren, Robbie Peters en Bob Heil. U hoort het, een overwinning in een wielerwedstrijd. En hier staat hij, sportjongen uit 1988, Robbie Peters. Wie zijn genomineerd? De ploeg van BVC 74, team C1. Civicum Meisjes B1. Shock 82, volleybal is dat het C-team. En die zijn zelfs in tenue. Kom op het podium en neem ook alvast. Want het is geworden het Shock Team 82. Jongens C. En hier staan ze in vol ornaat. Ja of nee? Ja naar links en nee naar rechts. Dus voor u de linkerkant en naar u de rechterkant. De tweede ronde van de knock-out show werd verrassend snel gewonnen door. Hij was blijkbaar de enige die wist dat de Vierdaagse ditmaal voor de 73ste keer gehouden werd. En verdiende daarmee de reischeck van 500 gulden. De winnaar van de sportquiz. De 10e Kuikse avondvierdaagse sportevenement van het jaar 1988. Uw applaus. Thank you.
dorp als Vianen groot in kan zijn. In hoeverre je ervoor een bord voor de kop moet hebben, kunnen alleen deze kopstukken zelf beantwoorden. Schaakvereniging De Vrije Pion uit Vianen, senioren sportgroep van kaart 1988. Twan van Beckhoven. Ben Pauwels. De derde, hoe kan het bijna anders? John Cocu, onze wereldkampioen taekwondo. De jury besliste unaniem. Iemand die op deze manier met zijn sport bezig is, moet, en ik zeg het met klem, moet de sportman van het jaar zijn. John Cocu, sportman van het jaar 1988. Trots zijn op de sportprestaties die in onze gemeente worden behaald. Dat is gebleken vanavond. Het is fantastisch wat er allemaal gebeurt. We hebben een wereldkampioen, we hebben een kampioen van Nederland, Miranda Pluk, sportvrouw van 1988. Evenement Sportsterren 1988 was een succes. Reden voor de Stichting Sportevenementen om deze verkiezingen eind september, begin oktober 1989 weer te organiseren.